En in het jaar 2020 is de populatie van honden en katten toegenomen, omdat er geen sterilisatieprojecten zijn uitgevoerd, ook dit jaar niet. De reden hiervoor is ook de coronapandemie. Volgens Nancy Liwayou, voorzitter en oprichter van stichting SNIF, de SU, kan niet een ieder de sterilisatie via een dierenarts betalen. Liwayou geeft ook aan dat er nieuwe wetgeving gemaakt moet worden voor de dierenbescherming in Suriname. Nee, geen wetgeving. Wat gaat die wet dan inhouden? Dat de staat de zwerfdieren oppakt en massaal afmaakt? Kijk, een groot deel van de gemeenschap is zich er wel van bewust dat de enige humane oplossing om de overpopulatie van honden en katten tegen te gaan, het massaal steriliseren of castreren van zijn of haar huisdieren is. Helaas kan een groot deel van deze personen het zich momenteel niet permitteren om een huisdier onvruchtbaar te laten maken. En het andere deel dat niet weet dat de sterilisatie en castraties de humane oplossing is, moet dat aangeleerd worden. Volgens dierenarts Julia Alfhovens moet er nog veel meer gebeuren in Suriname op het gebied van dierenwelzijn. Personen dienen hun honden niet als bewaking te zien van hun omgeving, maar ook als lid van de familie. Er is een te groot overschot aan straathonden in Suriname. Vandaar zij ook voorstander is van het steriliseren en castreren van honden en katten. Er moet nog een mindshift komen binnen de samenleving over het adopteren of aannemen van dieren, zonder erbij stil te staan dat de verzorging optimaal moet geschieden. Het probleem is ook dat er hier natuurlijk echt een overschot aan honden is en aan katten ook, maar vooral aan honden. Waardoor je heel gemakkelijk hebt van ja, de buurman die heeft weer een keer een nestje en ze geven je 1 of 2 of 3 puppies en je neemt het. Zonder dat je erbij stilstaat van oh, eigenlijk moet ik wel gaan sparen voor 700 tot 1000 SRD voor een sterilisatie wanneer het dier een half jaar is als ik geen puppies wil krijgen. Mensen staan er niet bij stil en voor de vaccinaties en voor alles moet je eigenlijk natuurlijk een potje maken. Maar op het moment dat jij zelf heel gemakkelijk die dieren krijgt, ga je daar niet zo gemakkelijk bij stilstaan. Dierenliefhebber Linda Wagiso geeft aan dat mensen dieren met veel meer liefde moeten behandelen. Ja, meer liefde aan ze geven, want velen denken van een hond hebben is aan de ketting zetten en voor de wacht houden. En dat is het niet. Je moet ze genoeg liefde geven. Ze zijn er niet om de wacht voor je te houden. Je moet ze ook goed behandelen, goed verzorgen.